Welkom bij weer een nieuwe NEC-update voor de wedstrijd van NEC-Sparta van zaterdag. Daar gaan we het zo over hebben. Eerst nog maar eens even naar afgelopen woensdag terugkijken. De wedstrijd tegen Feyenoord, waar het eigenlijk alleen maar ging over die rode kaart van Ivan Marquez. Na de wedstrijd was trainer Rogier Meijer woest, kun je wel zeggen, over de onterecht rode kaart. En hij werd in het gelijk gesteld, want de kaart werd geseponeerd. Zo bleek dat in ieder geval gisteren. Is die woede inmiddels gezakt of is hij misschien nog wel bozer geworden omdat er weer een fout is gemaakt door de VAR? Nee, die is wel gezakt. Ik bedoel, dat is ook na de wedstrijd een stuk emotie. Ik wil in ieder geval laten merken dat we het er sowieso niet mee eens waren. Ik weet niet of dat gelukt is, maar uiteindelijk is die wel geseponeerd. Ja, zullen we maar stoppen met de VAR in Nederland? Nou ja, die is niet alleen in Nederland volgens mij, maar het moet ten goede komen, denk ik, van de eerlijkheid van het spel. Het is lastig als dat niet consequent gebeurt. Dat is het moeilijke, denk ik. En dat zorgt ook soms voor irritatie. Maar voor mij hoeft het niet te stoppen, moet ik eerlijk zeggen. Nou ging het heel veel over die rode kaart, maar laten we ook even een klein beetje naar het voetbal kijken. Je komt op 1-0 achterstand. Ik vond daarna wel weer dat NEC wel meer het initiatief nam. Jawel, ik denk dat we daarvoor ook wel. Alleen als we dan in staat waren om onder de druk van Feyenoord uit te spelen, dan hadden we een aantal keren gewoon slordig balverlies. En dat was denk ik kenmerkend voor de eerste 10 minuten, 3-4 keer achter elkaar. Na de goal werd dat beter en dan heb je ook wat meer controle als je de bal hebt. Dan denk ik dat je gewoon een gelijkwaardige eerste helft speelt, waarin zij een kans van Paixão krijgen en wij van El Karouani en verder niet zoveel. Alleen ja, op slag van rust is dan de 2-0 en dat is natuurlijk wel een heel slecht moment. En dan de hoofdrolspeler, zelf er maar eens naar vragen, Ivan Marquez. Ja, die moet blij zijn natuurlijk dat hij gewoon kan spelen. Ja, yes, I'm very happy because for the rest car I was angry in the break of the game. But now, yeah, they know they have a mistake because of this rest car. And yeah, I'm happy for this too. I can play against Sparta. Ja, what did you think toen the red card was showed to you by the referee? For me it was not red card. But also the referee said for him also was yellow card. So I don't know why he checked in the bar and then he gave me the red card. So. En de transfermarkt die loopt bijna af. 31 januari, dan sluit hij. Dus het wordt nog even spannend. Wil NEC nog iets? Wil NEC nog een speler halen? Gaan er nog spelers weg? Ja, Dulund, dat weten we. Die heeft aangegeven, ik wil graag weg. NEC wil eraan meewerken. Hij speelt nog wel hier. Ik verwacht dat hij na het weekend weg is in ieder geval. Dat zullen we maandag waarschijnlijk horen. Tafsan, daar zou interesse voor zijn vanuit Engeland. Ja, scouts op de bank bij Feyenoord hebben daarnaar gekeken. Maar of die nu al weggaat, ik denk dat dat misschien is voor in de zomer. Dus dat zal wel vervolgd worden. Willen ze een nieuwe speler halen als Dulund weggaat? Willen ze nog een buitenspeler erbij halen? We vragen het even aan trainer Rogier Meijer. Nee. In principe niet. In principe zal er niks meer bij komen. En mocht Dulund wel vertrekken, dan denk ik ook niet dat er wat bij komt. Als er nog wat anders gebeurt, zullen we wel wat doen, maar op dit moment niet. Nee, ook niet voorin dat je zegt van nou, ik wil daar nog een smaakje erbij. Je hebt een Sissoko, hoef ook niet. Nee. En dan Ivan Marquez. Hoe zit het eigenlijk met zijn contractverlenging? We vragen het hem even. Ja, yeah, going good. They talk with my manager and then we will see what's going to happen in the few weeks. In a few weeks, you think you will be... I don't know, we will see what's going to happen. Sparta, morgen hier in de Goffert. Wij verloren daar op het kasteel met 2-0. Was een off-day van NEC. Dus het moet hier anders. Ja, en hoe kijkt Rogier daar tegenaan? Daar was NEC had echt een off-day, hè? Ja, dat was onze minste wedstrijd, vind ik, van de eerste seizoenshelft. Waarin we, vind ik, te weinig hebben thuisgegeven als elftal. Nou ja, dat is al een tijdje achter ons. Maar dat voel ik nog wel zo. Dus ik wil wel graag daar een sportieve revanche op halen. Ja, ja, is het plan dan anders als daar? Ik denk dat het plan niet heel anders is. Alleen de uitvoering zou een stuk beter moeten. Plus je hebt natuurlijk te maken dat je andere spelers op het veld hebt staan nu. En die brengen allemaal hun eigen kwaliteit mee. En soms ook hun eigen valkuilen. Maar is er morgen een plan. En dan zullen we vol aan de bak moeten om van Sparta te winnen. Want die hebben de laatste tijd gewoon weinig verloren. Goed, Marquez is er dus achterin bij. Metsen nog niet? Nee, we missen Magnus nog en Jordi nog. Jordi traint wel mee. Alleen de trainingen deze week waren kort en niet zo intensief. Dus hij gaat vanaf volgende week volledig aansluiten. Dan Dulund nog niet weg. Dus morgen gewoon weer. Die is er morgen bij. Ja. Dus klopt precies wat je zegt. Ja, geen verrassing dus eigenlijk in het elftal morgen.
Dat zei je volgens mij niet, maar... dat is de vraag dan. Oh, dat is de vraag, oké. Okay. Nou, dat hou ik nog voor mezelf, maar in principe is iedereen erbij die daar afgelopen week er ook bij was. Dus we hebben wel wat te kiezen. Ja, morgen dus geen echte verrassingen in het elftal van Rogier Meijer. De wedstrijd morgen, Sparta, hier in de Goffert. Om 8:00 wordt er afgetrapt. En natuurlijk is dat ook weer live te volgen bij ons op de radio. Check maar even rn7.nl en dan kom je daar vanzelf uit. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe update. Graag tot dan.